Om een vrij onschuldige roddel over dieetpilletjes is Samantha Steenwijk een heel mediacircus begonnen. Haar grootste punt van woede was dat mensen door die roddel van Yvonne Coldewijer misschien wel zelf die pilletjes zouden gaan gebruiken. De oplossing van Samantha? De aandacht voor die dieetpilroddel met een factor 20 vergroten. Wat zit daar toch achter? Een groot verlangen naar aandacht, denken de mannen van Privé TV. Dat Yvonne hier geen nieuwsuurwaardige journalistiek heeft geleverd is evident, maar Samantha blaast het allemaal wel heel erg op. Yvonne had het filmpje namelijk al direct op haar verzoek verwijderd en twee rectificaties geplaatst. Nu moet Yvonne van de rechter nogmaals rectificeren, maar een schadevergoeding van 5000 euro is afgewezen. Het prettigste van dit vonnis? Samantha kon gisteren naar de talkshow van Eva Jinek toe, waar ze haar collega BN'ers aan haar boze zijde vond. Ja, fijn, heerlijk, opgelucht dat het recht heeft mogen bepalen dat het niet kan. Eva Jinek, die regelmatig in de bres is gesproken voor Yvonne, was ditmaal behoorlijk kritisch over de juicekoningin. Het gekke is, Yvonne Coldewijer reageerde alsof zij had gewonnen. Samantha Briest, dit is de clown die we kennen toch? Ik zie het alleen maar als een grote clown. Nu zegt ze ook, ik vind het niet erg om een rectificatie te plaatsen. Had dat dan ook gelijk gedaan, want wij hebben gevraagd om een rectificatie. Dat heeft ze geweigerd en daarom kreeg ze een kort geding. Yvonne heeft de rectificatie niet geweigerd, maar er een geplaatst die niet voldeed aan Samantha's wensen. Volgens Samantha wilde Yvonne onder meer het woordje, ongegrond, niet in de rectificatie plaatsen, omdat de roddel volgens de juicester wel gegrond is. Wat een domme meid, vindt Samantha. Zij zei, het is wel gegrond. Maar zij is natuurlijk niet heel erg slim, als ik het zo mag zeggen. Het woordje, gegrond, betekent dat het een feit is en dat het onderzocht is en dat was niet. Dat woord klopte wel en zij vond dat het niet klopte. Özkan Akyol voelt de haat helemaal uit Samantha's aura stralen. Jij bent geen fan van haar, geloof ik, of wel? Een saillant detail, Özkan wilde laatst in zijn brievenrubriek niets over Samantha schrijven, omdat hij haar een B-ster vindt. Wie is Samantha Steenwijk? Sorry, ik behandel niet het niche-aanbod van de mediawereld. Graag alleen vragen stellen over relevante titels en mensen. Dan kan iedereen het volgen, je moet wel iets van talent hebben. Samantha tegen, weet je wat het is, als je journalistiek wil bedrijven moet je dat op de manier doen zoals het hoort toch? En niet dingen de wereld in slingeren en daar mensen schade mee aanrichten. Ze is gewoon een leugenaar, aldus Samantha. Ze wijst erop dat Yvonne haar ook niet wilde aankijken tijdens de zitting. Het enige wat ze heeft gedaan is mij ontweken. Dat zegt mij ook al genoeg. Dan verschuil je je achter iets, dan lieg je. Yvonne is volgens haar uit op de aandacht, het verwijt dat Samantha zelf ook krijgt. Ze heeft een 500.000 volgers volgens mij, ik kijk er nooit op. Ze heeft er een heel mediacircus van gemaakt, dat heb ik niet gedaan. Ze is bovendien een graaier, vindt Samantha, die 4995 euro rekent voor een half uurtje zingen. Er komt ook nog eens hebzucht bij. Ze doet het uiteindelijk om geld te verdienen. Deze vrouw verdient 50.000 euro per maand aan een juicekanaal. Het is opvallend hoeveel negatieve reacties Samantha krijgt, ondanks dat het evident is dat Yvonne flink wat journalistieke steken heeft laten vallen. Veel mensen vinden haar boosheid gewoon overdreven. Zo twittert Telegraafster Wilson Boldewijn, Samantha Steenwijk is blij dat ze de rechterlijke macht heeft bezig moeten laten houden met een roddel over haar dieetpillen. Gut gut gut. De bekende twitteraar Mies, Samantha Steenwijk, Yvonne Coldewijer is niet zo slim. Samantha Steenwijk, zeg dat. Taco, wat is die Samantha Steenwijk een zuur wijf. Met je valse opmerkingen, had de eer aan jezelf gehouden. Ik kijk nooit juicekanalen, maar wel precies weten hoe het verdienmodel is. En Vivian, dit is precies waarom ik zo graag naar vandaag een site keek als vrouw. Kan mij niet voorstellen dat iemand Samantha Steenwijk serieus neemt. Zoveel afvallen van paardrijden, come on, gezicht dat op de grond rolt van het lachen. De relativering over dit onderwerp onderbrak inderdaad wel een beetje bij Jinek. Die behandelde het onderwerp alsof Yvonne de zangeres had beschuldigd van een drievoudige moordzaak. Lisbeth, Samantha Steenwijk, die klaagt dat Yvonne Coldewijer haar in een kwaad daglicht zet door te roddelen. Om vervolgens zelf exact hetzelfde te doen door alleen maar valsigheid eruit te gooien. Typisch. Fiona, Samantha Steenwijk is alles wat er mis is met het BN'er-rijk.
Nog nooit een hit gescoord, denkt overal verstand van te hebben en kan haar helemaal niks. Hoe is ze überhaupt aangespoeld? En Linda, dankzij Yvonne Coldeweijer leeft Jamie Vaas nog, knipoogend gezicht, maar serieus, zij ontmaskerde wel Lil Kleine en door haar begon de voicebal te rollen. Ik ben wel klaar met die schijnheilige BN'ers inclusief Samantha Steenwijk, dus hulde voor Yves.